PAHO volgt internationale ontwikkelingen COVID-19-behandeling op de voet. PAHO volgt internationale ontwikkeling COVID-19-behandeling op de voet om lidlanden te kunnen informeren. Met de introductie en de snelle verspreiding van COVID-19 zijn vele landen in de regio op zoek naar medicijnen die kunnen werken in de behandeling van patiënten. Gerapporteerde mogelijkheden zijn voornamelijk anekdotisch en niet wetenschappelijk ondersteund. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, is daarom van start gegaan met een grootschalige internationale studie onder de naam Solidarity Trial met als doel data te verzamelen over welke behandelingsmogelijkheden effectief kunnen zijn voor patiënten met COVID-19. Dr. Karen Lewis-Bell, vertegenwoordiger van de PAHO-WHO in Suriname, meldt dat de ontwikkelingen van deze studie op de voet zullen worden gevolgd om zodoende de lidlanden in de regio onmiddellijk te kunnen informeren over de resultaten. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.